December is voor ons een leuke maand. Ja, en dan eten wij lekker, gaan we lekker eten en ja, de kamer versieren en al die dingen meer. Ja, dat vinden wij prachtig. Hij denkt alleen En maar aan als eten. dan januari komt, dan vind ik het niet zo leuk. Maar december is voor ons echt wel de leukste maand van het jaar. En vroeger natuurlijk ook, want dan had je de hele familie als je thuis. Want dan kwam alles bij elkaar. Dat was gewoon toen die tijd zo. He, dan sloegen ze geen feestdag over, al was je Nee. jarig of weet ik veel wat. Ja, dat is waar, ja. Kerstmis was altijd volop feest. En dan zat je met z'n allen rond de tafel, was je aan het zingen of rond de kerstboom. Dat was hartstikke leuk. Ja, wat zullen we nou eten met de kerst? Gebakken aardappeltjes met biefstuk. Paddenstoeltjes erbij, noemen ze die dingen. Paddenstoeltjes. Die zitten bij je Glaas, soep, hoor. glaasje wijn. En natuurlijk eerst soep vooraf. Lekker met een streunersoepje ervoor af. En dan, Ik kijk heel veel tv met de feestdagen, want dan heb je altijd leuke muziek erop en of een leuke kerstfilm. Ja, daar kijken wij. Nou, zij niet zo heel erg, ik wel. Maar ja, zij is liever met de computer bezig als dat ze tv kijkt. Maar goed, ja, wij Ja. vermaken ons eigenlijk wel. Wat kijkt u dan zo? Nou, dan kijk ik meestal naar kerstfilmen en muziekfilmen. Elvis Presley zet hem op. Want dat is natuurlijk mijn grootste idool. Een kerstfilm van Elvis. Nou, lekker Ja, uitzicht heb ik je hier. hebt En uitzicht. En het zomers is zomers, dan helemaal, zit ik hè? heerlijk op het balkon. Ik Ja. heb de hele dag heb ik mensen voor de deur, auto's, alles. Ja, Ik verveel me geen moment hier. een Bij heleboel me zit zeggen hier het wel, hè? overal. Een heleboel zeggen wel, bah, ik zou niet zo hoog willen wonen, hoor. Ik zeg, nou, ik zou wij wel. Ik Ja, zeg, met die lift heb je daar geen daar last heb je van. geen last van. Maar ik bedoel, zit die oven lekker dichtbij? Ik bedoel, de tram voor de deur, ik ken naar de Betje Wollestraat, Heeswegplein, ik ken naar de Booggraat. Ik heb helemaal geen auto nodig. Ik heb er Eigenlijk allemaal niet, één, ja. maar eigenlijk heb ik hem niet nodig. He, want ik kan overal op die tram stappen. Het gaat om voor half geld, ga ik nog mee. Dus. Daar ben ik toen mee begonnen, ja. Ik weet eigenlijk ook niet, maar ik ben nou eenmaal gek op die spulletjes van de jaren 50, 60. En daarom vind ik dat leuk. Ik bedoel, ik probeer zoveel mogelijk te verzamelen. Maar ja, het huis is een beetje te klein om nog meer te verzamelen. Want ja, ik zou wel willen, want God, ik zie dingen zat die ik graag zou willen hebben. Maar ja, ik kan het niet meer kwijt. Ja, ik heb hier natuurlijk het met jukebox staan. En ik heb, nou ja, God, ik heb foto's van die oude dingen allemaal. Ik heb oude radio's staan. Ik heb van alles hier. Oude kastjes waar alles op staat. Een oude radio. Oude tafel. Die is ook al 100 jaar oud. Geen oude vrouw, hè, denk Die ik. komt bijna maar uit Canada, die tafel. Die hebben ze toen. Is je weer bezig? Hoor je dat niet? Erg, Ik zei dat je niet zegt en een oude vrouw, dat je dat niet zegt. Nee. Ja, we zijn nog hartstikke verliefd. Iedere dag weer. Ja, we kennen elkaar nog voor geen 5 minuten missen. Want als ze naar beneden gaat, dan zeg ik: waar ben je nou, joh? Ja, Echt zo, hè? de brievenbus, even kijken. Hè, zo. Dat ik toch lang kerstmis mag vieren. Ja, wat moet je nog anders? En ik wens haar gewoon een fijne feestdagen. En ik hoop dat ik hier nog hele poos mag wonen. Ja, ik sluit me aan bij hem. Lekker makkelijk, hè?